Goedemorgen. Goedemorgen, welkom. Dankjewel. Wat wonen hier fantastisch, zeg. Ja. Midden in het bos, het ligt helemaal verscholen. Kom vooral kijken. Ja, graag. Prachtig. En dit landgoed is al meerdere generaties in jullie familie, toch? Heel veel generaties, vanaf 1678 in onze familie. En nu al jij hier, Mary, ja. met je gezin? Met mijn gezin, met mijn man ook en kinderen. Ja. En, zij zijn ook allemaal betrokken bij het landgoed. Ik zie goed dat de tuin opgedeeld is in verschillende gedeeltes. Het is inderdaad veel gedeeltes, maar het is wel een geheel, de tuinen. Ja, het is strak Frans aangelegd. Dit is de rozentuin, ontworpen door mijn grootmoeder toen ze 17 was, geloof ik. Oh. 17 jaar oud. Ja. En de rozen zijn hele oude rozen. Sommige hele oude rozen. Deze bijvoorbeeld is een hele oude roos. Ja. Die heet nogal kaal. En is een heel oud soort, maar staat die ook heel lang op deze plek dan, deze roos? Ja, staat heel lang op deze plek. Niet per se van 1912, maar misschien van 1930, denk ik. Zo. Ja. Prachtig hoor, het is echt ook heel overzichtelijk, hè? Toch zie je die vormen erin terugkomen en als de rozen allemaal in bloei staan, dat is een prachtig gezicht, denk ik. Perfect. Landgoed Wiersen beslaat 307 hectare, waarvan 16 hectare aangelegde tuin is. Samen met een vaste groep hoveniers zorgen Mary en haar moeder ervoor dat het landgoed er het hele jaar door schitterend bij ligt. Maar het is natuurlijk wel structuur, want het is hier mooi aangelegd, zo met trapjes naar beneden, fonteintje. En een uitzicht. Jeetje, dat is gaaf. Ja. En doordat dit gedeelte laag is, heb je ook net een ander klimaat natuurlijk. Ja, doordat het laag is en ook doordat je heggen omheen heeft en bomen achter de heggen. Ja, je voelt het ook, hè? De zon die komt hier, loopt een soort van vast, even warmen. Het is beschut. Ja, het is echt beschut, beschut, ja. Ik vind deze dahlia vind ik best wel heel goed staan. Want hij ziet er ook authentiek uit, hè? Door zijn donkere stengel, donkere bloem. Ja, en niet te groot. Nee. Door de lage ligging van dit gedeelte van de tuin is het ook een geschikte plek voor de sedum en de hosta. En de oude muur maakt het een ideale plek voor de zogenaamde muurvaren. Ben jij nou ook zo gek op kasteeltuinen? Kijk dan op eigenhuisentuin.nl/kasteeltuin. Zo, dit is even een groene tuin. Ja. Genoeg te eten. Ja. Kool, veel kool. Ja. Veel bloemen staan er ook. Ja, waarom is dat? Als de tuin open is, vinden mensen de moestuin eigenlijk bijna het leukste. Ja. Omdat heel veel mensen een beetje moestuin hebben. Mm-hmm. En dan vinden ze leuk ook wat bloemen te zien en kleur. Ja. En heb je nog een tip voor mensen die ook graag een moestuintje willen of een klein stukje moestuin willen aanleggen? Juist die combinatie is leuk, bloemen en hoogte. Dat vind ik ook altijd leuk. Dus dat die zonnebloemen zijn zo hoog. Ja. En dan die dahlia's, dit zijn allemaal dingen die binnen een jaar opkomen. Dus je kan het heel snel heel hoog krijgen. En dan kan het in een heel klein tuintje ook. Nou, mag ik jullie bedanken. Het was een groot plezier. Ja, grote eer. Heel groot plezier. Ja, nou, voor mij net zo. Ik ben echt onder de indruk van jullie hele landgoed, van de prachtige tuinen. En jullie prachtige huis natuurlijk hier op de achtergrond. We hebben echt genoten. Ja. Leuk. Als ik nog eens in de buurt ben, dan kom ik graag weer langs. Heel graag. Leuk. Ja.